Leuk dat jullie kijken naar een nieuw Battlefield 3 live commentary. En zie je dit voor het eerst? Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga vandaag met een wapen spelen wat een van jullie kijkers hebben gezegd de vorige keer in een reactie. En dat is van 2 weken geleden van een Battlefield 3 live commentary. En dat is de Saiga 12K. Je ziet hem hier al staan. Ik heb hem net even aangeklikt. Ga even kijken wat voor loadout ik erop had. Geen scope, extended mag, sluk. Dat stond nog gewoon nog goed. Op deze manier gaan we hem spelen. Milan is ook weer aanwezig. Hij doet gewoon weer mee. En we gaan kijken of we hier wat mee kunnen doen. En oh shit. Oh shit, achter mij. En met shotgun speel ik niet heel vaak. En als ik met de shotgun speel is dat de 870 MCS, als ik het zo goed heb. Die staat hier. Ja, ik zeg het goed. En waarom? Omdat het wapen is echt fucking sterk. Dit is zo'n dubbel shotgun. Ja, je zag het al. Je hebt 11 kogels. En oppa. Nou, je ziet het al. Het is een mooi wapen. Het is een leuk wapen. Hij is best sterk. Oh, oh, oh. Alleen je gaat heel vaak ga je te snel klikken. En dan doeg, 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 doeg. En wat gebeurt er dan? Je wapen gaat natuurlijk. Heeft een knockback of zo. Hoe je dat wil noemen. Oh. Dus je kogels die verspreiden echt enorm. Waardoor het echt heel moeilijk blijft. Of heel moeilijk wordt eigenlijk om nog kills te kunnen pakken en om überhaupt nog een goede hit te hebben op een tegenstander. En ik moet iets meer gaan letten op punten die ik ga overnemen, want soms dan loop ik nog wel eens de punt voorbij omdat ik dan een kill wil hebben, zeg maar. Maar ik ga mijn best doen om wat meer punten binnen te halen daarvoor. Oh. Oké, nu pakken we hem. Kijk, nu gaan we gewoon balls diep. Fuck it. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Oké, nice. Oh shit. Nu lig je hier zo. We gaan even reloaden. Oh, hier komt hij. Hoppa. Ja, het hele team is hier gelukkig. Dus dat scheelt. Daar gebeurde wat, maar dat is opgelost. En ik ga gewoon mijn team volgen. Want natuurlijk ben je met een team veel sterker dan in je eentje. En jullie weten het wel van de vorige keer. In mijn eentje ging ik de vorige keer rennen en dat ging ook wel goed. Maar soms moet je gewoon met je team meelopen. En als ik ze toch tegenkom, dan kan ik net zo goed met ze meelopen. Oh shit. Ik heb de slurk opgezet. En waarom de slurk en waarom geen andere? Dat is puur omdat de slurk kan je van afstand ook nog mensen killen. En ik kan het wel even laten zien. Oh, ik word net gevijfd, dus ik kan het niet laten zien. En ik ben alweer dood, dus ik kan het wel laten zien. Oh, die heeft een P90. Pack it. Oh, ik word weer gevijfd. Ik kan het niet laten zien. Oh, hier komen ze. Wow, ik hit hem ook nog. Wij gaan hier weg. Of althans een beetje terug. Holy shit. Hallo. Oh, ik had hem ook nog. Nice. Even reloaden. Hey, hier is ook ergens ammo. Oh, whatever. Wow. Er komen aardig wat lui. Wow, what the fuck? Holy shit, er kwamen veel lui, ouwe. Holy shit. Oh, ik wou net gaan schieten. Maar ik dacht, ik wacht heel even met schieten, want anders klik ik wat ik net vertelde te vaak achter elkaar en dan gaat het niet goed. Maar we staan 6-2. En het doel is, wat altijd mijn doel is een KD-rate van 2.0 halen. En daar gaan we gewoon weer voor. Ik ga op Milan spannen, kijken wat hij aan het uitvreten is. Oh, we gaan kijken of we even zo'n kill kunnen krijgen van echt een echte afstand. Oh, daar zag ik iemand. Sorry als ik je blok, Milan. Oh, we gaan hier weg. Er staan hier te veel lui van ons. Ze hebben in ieder geval allemaal mooi gespot, zie ik al. Oh, shit. Oh, shit, vanaf daar. Oh, jullie zagen het. Ik schoot daar en ik killde iemand van een aardige afstand. En op die ander schoot ik ook nog. Het was niet hem, geloof ik. Maar volgens mij was dat aardig nog wat damage. Wat... Oh shit, hier had ik niet op moeten spannen. Holy shit, ik weet niet waar ik ben. Holy shit, ik was helemaal de weg kwijt. Ik had beter moeten letten op de spawn deze keer. En misschien is dat ook wel een tip weer tussendoor. Let op die spawns. Niet zoals dit dus, gewoon random op iemand spannen en geen idee waar hij ligt. Ja, die hebben we al. Hier waren ze beneden. Dan kan je ook via hier heen. Dus we gaan gewoon via hier.
kijken of ze hier nog zijn. Oh, daar zijn ze nog zeker weten. Oh my god. Oh my god. You bastard. Bastard, kom hier. Kom hier, you little bastard. Oh, nee, nee, nee. Oh shit. Wat gebeurt er? Ik revive je en ik revive jou. Fuck it. Ah, ik liep er wel mooi omheen om die paal zo. Oh, ik heb nu al een spijt dat ik met dit wapen ben gegaan. Waarom? Oh, een kut shotgun. Maar ja, we gaan het doorzetten. We gaan gewoon dit hele potje gaan we gewoon doorzetten en met dit wapen spelen. Oh, dit was niet... Hey, what the fuck doet hij hier? Holy shit, ik was helemaal de weg kwijt. Wow, ik ga allemaal mensen reviven. Fuck it. Oh, ah, nu blijf ik hier wel even. Het ging toch niet helemaal goed. Oh, oh, hier liep gewoon iemand voorbij. Yo, dude, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, wat gebeurt hier allemaal? Oh, nee, nee. Wat gebeurt hier allemaal? Het is zo'n drukte. Nee, niet op mij schieten, dude. Oh, weg hier, weg, weg. Oh, nee, shit. Ik was helemaal weer de weg kwijt. Ik wist niet waar ik nou precies heen moest en waar niet. We gaan de secondary weapon gaan we even veranderen. We maken het... Oh, dit is nice. Want ik stond niet zo heel goed. Oh, shit. Come at me. Come at me. Oh, come at me. Come at me. Ik hoor hem lopen. Ik hoor hem rennen. Ik hoor hem rennen. Nee, nee, niet van die kant. Nee. Oh, shit. Weg hier. Gewoon rennen. Rennen en zo. We gaan het hier proberen. Fuck it. Oké, okay, dan gaan we deze laten. Dit is altijd de plek waar iedereen gaat zitten in deze hoek, hè. Dus ik kan wel verwachten dat iemand al schietend de hoek omkomt hier. Wat niet gebeurt. Nee, waarom kill ik hem niet? Maar we zijn ook nog eens aan het verliezen. Deze shotgun is niet mijn ding, jongens. Dit wordt hem niet meer. Maar ik heb hem wel even aan jullie laten zien. En ja, je weet het eigenlijk maar nooit, hè. We hebben nu bijvoorbeeld 2 punten. En het kan maar zo zijn dat we gewoon de 3 punten hebben en het gewoon zo houden voor een tijdje. En dan boosten we in 1 keer omhoog met die punten natuurlijk. Het kan altijd. Je weet maar nooit, mijn jong. Je weet maar nooit. Ik volg Milan. Milan, waar ga je heen? Oh, daar zag iemand. Kijk. Oh. Oh yeah, I got you. Ik wou zeggen, I got your back. Maar er kwamen nog fucking 2 mensen achter ons en 2 mensen voor ons. Dus dat werd hem niet. Maar ik ga weer op hem spannen. Hopelijk gaat... What the fuck gebeurde daar? Holy shit. Ik ga wel gewoon weer op hem spannen. Het maakt me nu helemaal niet meer uit. Ook al haal ik een kutscore. Ga dood. Dood. Holy fuck, ga dood. Yes. En nu weg hier. Ze komen allemaal hier, ze komen allemaal hier. Oké, 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 wacht. Ze komen allemaal hier. Hallo. Nice, nu pakken ze allemaal van achter hier, oké. Oh nee, we gaan dit punt pakken. Schiet er nou iemand hier op mij? Oh, hier. What the fuck? What the fuck? Lol. Oké, okay, nice, nice. We kunnen er nog winnen. We hebben 35 punten, hun 80. Ja, ja, ja. Wow. Nee, ik wou net zeggen, als ik deze niet kill, oh mijn god, dan quit ik meteen gewoon. Wow, wat was dat schil. Wow. Holy shit. Sowieso dat ik daar even een granaatje heen gooi. Boom. Oh yeah! Oké, okay, jouw revive kwijt alsjeblieft. Hoppa, weer iemand. Die weer back to life. Fuck it, we gaan gewoon. Hoppa, weer een kill. Maar we moeten de punten niet vergeten, jongens. Hé, hey, pak de punten. We moeten de punten niet vergeten. We kunnen wel mooie kills maken. Even wachten tot ik wat HP heb. Maar als we de punten niet hebben, ja, dan schieten we niet zoveel op. Hoppa. Kijk, dat is ook weer een mooie. Uh-oh. Waar kan ik het best heen? Oh, shit. Fuck it, we gaan gewoon rennen.
gaan gewoon rennen. We gaan er gewoon balstiepen. We gaan ze hier van achter pakken. We gaan ze gewoon proberen te... Hoppa. Dat ging me aardig goed af. En nu wegrennen. Oh yeah, dat ging me aardig goed af, jongens. Had ik niet... Holy shit. Holy shit. Nee, het was ook te mooi om waar te zijn als ik hem ook nog had. 14-23, kom op. Kom op, we moeten het doen. We moeten dit winnen, ik span op Milan. Oh mijn god. We hebben 2 punten. Oh mijn god. Nee, dit moeten we gaan halen. Mijn hart gaat keer, jongens. Oh, kom op. We zitten allebei sprinten en springend naar het punt toe om het over te nemen. Hoppa. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Volgens mij gaan we deze winnen zo, jongens. Oh! Hebben we gewonnen, ja toch? Oh! Fuck yeah! Hé, hey, laat je horen, jongen. Ja! Yeah. Bovenaan. Alweer gebroeders Knol bovenaan. Fuck yeah, dat was nice. Dat was een mooi potje. En ik zei het nog, hè. Dit kan eigenlijk nog van alles gebeuren. We stonden gewoon dubbele achter, geloof ik. Fucking nice. In ieder geval, tof dat jij de reactie had achtergelaten van de Saiga 12K. Ook al ben ik er niet heel erg goed mee. Ik heb mijn best gedaan. Je ziet het, toch nog KDE heten van 2.0. Vet dat jullie hebben gekeken. Doe even een groen duimpje omhoog. Laat even een reactie achter als jij mij wil zien spelen met een bepaald wapen. Laat even weten wat voor scope et cetera je erop hebt. Misschien is dat ook wel een leuk idee om toe te voegen. Vergeet vooral niet te abonneren. En ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe Battlefield 3 live commentary. Later! Knol Power.